Het Korps Politie Suriname zal strengere controles uitvoeren als het neerkomt op lockdown-overtreders. Het KPS zal er niet voor schromen overtreders van de lockdown-regels te beboeten. In gesprek met de Communicatiedienst Suriname heeft hoofdinspecteur Deekman, woordvoerder van het KPS, aan welke vormen van overtreding voorkomen en welke boetes daarmee gepaard gaan. Die handhaving is sowieso een taak en een verantwoordelijkheid van het Korps Politie Suriname. En wij zijn gestart met het overbrengen van lockdown-overtreders. En het is gevolgd door het opleggen van boetes aan alle die de maatregelen overtreden. De overtreders kunnen beboet worden voor het niet opheffen van een mond- en neuskap. Daarvoor betaal je al een boete van 150 SRD. En degene die feesten, de bars en de dancings die open zijn, hun boete kan al oplopen in de duizenden. De lockdown-overtreders, dus zich op de weg begeven zonder reden, zonder enige noodzaak, die zijn de meest voorkomende. Welke wij niet mogen vergeten zijn de georganiseerde feesten en de bars en dancings die dus open zijn. De politie legt dus de boete op en daar heeft de politie mandaat van de minister voor gekregen. Als de boete is opgelegd, gaat zo'n boete formuleren. In elk geval, het is in tweevoud. Laat me dat eerst stellen. Het is in tweevoud. De overtreder krijgt één exemplaar en het andere exemplaar wordt opgestuurd naar het ministerie. De overtreder die heeft de gelegenheid om die boete te betalen binnen 7 dagen. Het rekeningnummer waar de boete betaald moet worden. In elk geval, alle informatie staat dus op het formulier. Als de overtreder een kopie van het formulier heeft gehad en de boete betaald heeft, dan krijgt de overtreder een bewijs van betaling. En dat bewijs kan eveneens worden gedeponeerd als bewijs van ik heb betaald, ik heb mijn boete betaald. Als de overtreder de boete niet betaalt, heeft het ministerie andere bevoegdheden waar zij gebruik van kunnen maken om toch nog de kracht van die sanctie te laten werken. Die obstakels zijn heel erg verschillend. Er zijn burgers die gewoon niet willen meewerken, zich verzetten tegen het optreden van de politie. Ik zeg altijd als burger, mag jij je verzetten. Daarentegen heeft de politie de bevoegdheid om jouw verzet te breken. En als de politie genoodzaakt is jouw verzet te breken, dan val jij niet meer onder de categorie van lockdown overtreden. Dan word je een verdachte en dan gaan we op een andere manier met jou om moeten gaan. Dus dat is een van de obstakels. Ik maak gelijk gebruik van de gelegenheid om in het bijzonder de overtreders. In eerste aanleg vraag ik, zorg ervoor dat je gewoon niet hoort tot die groep overtreders. Kom je op een gegeven moment toch tot die groep te behoren, voorkom of laat het niet zo ver komen dat jij je verzet tegen de politie. Je maakt het alleen maar moeilijker voor jezelf. Een andere obstakel waarmee wij te maken hebben gehad, zijn de grote groepen die bij elkaar zijn en zich als groep verzetten tegen de politie. Ook dan heeft de politie de bevoegdheid om jou anders te behandelen dan een simpele lockdown-overtreder. Laten wij duidelijk stellen dat COVID-19 ons heeft overvallen. Dat is bekend. Wat dus betekent dat eigenlijk
niet eigenlijk iedereen zich verantwoordelijk stelt om deze strijd aan te gaan. Niet alleen het ministerie van Justitie en Politie, maar alle andere ministeries. En dan kunnen we ons voorstellen dat op basis van die verantwoordelijkheid stappen ondernomen willen worden, omdat we een strijd voeren. Het Korps Politie Suriname is 100% verantwoordelijk voor die handhaving. En daar heeft het korps mandaat van gehad, van het ministerie van Justitie en Politie. Wat duidelijk gesteld moet worden, is dat die handhaving centraal zal worden uitgevoerd. In die zin dat er één centraal team is, of zal zijn, die zich zal buigen over die handhaving. Elk ministerie werkt vanuit de taken en verantwoordelijkheden die zij hebben. Maar wanneer we het hebben over COVID-handhaving, is er één centraal team. Ik weet niet als u vanuit de media al heeft begrepen dat we opgaan in een COVID-brigade. U moet begrijpen dat alle actoren zullen worden opgenomen in deze COVID-brigade. Alle actoren, nog een keer, het gaat om die verantwoordelijkheid die we allemaal willen nemen. Die worden opgenomen in deze COVID-brigade. Die handhaving blijft nog altijd onder de paraplu van het Korps Politie Suriname. Het 105-nummer is nog altijd beschikbaar voor alle meldingen die in de lijn zijn van dus het COVID-19-virus. Wij zullen niet ophouden, wij zullen niet vervelen, wij zullen doorgaan met het oproepen van die samenleving om zich verantwoordelijk te blijven opstellen, ongeacht van welke positie dat zij dat willen doen, maar het gaat uiteindelijk om de verantwoordelijkheid die wij hebben als samenleving. De politie zal op geen enkele manier verzaken in die handhaving, in de uitvoering, op geen enkele manier wij zullen doorgaan, omdat dat onze verantwoordelijkheid is. En wij gaan onze verantwoordelijkheid houden. Reden genoeg om aan iedereen in deze samenleving met wie wij samenwerken te vragen om die verantwoordelijkheid met ons te dragen en zich te houden aan alle maatregelen, alle protocollen, alles doen dat ons in de gelegenheid stelt om veilig te blijven en in dit kader onze gezondheid voorop te stellen.